Kasteel van Wiegen. Nee, je zit niet naar een vertelling van het verhaal over Don Roosje te kijken. Al zou je dat door de sprookjesachtige aanblik van dit kasteel misschien wel denken. Het kasteel van Wiegen is zonder twijfel het mooiste van het Rijk van Nijmegen en behoort zelfs tot de 30 belangrijkste van Nederland. Van boven gezien lijkt het met zijn 24 bij 23 meter grootte bijna vierkant te zijn. Aanvankelijk was het kasteel niet meer dan een toren. Maar in de 14e eeuw kwam de familie van Galen hier te wonen en zij bouwden het uit tot een kloeke vesting. Toen zag het er nog helemaal niet uit zoals nu. Dat zou uiteindelijk gebeuren door de bekendste bewoners die het kasteel ooit zou hebben. Emilia van Nassau, inderdaad, de dochter van Willem van Oranje, met haar grote liefde Emmanuel van Portugal. Zij bouwde het kasteel, zoals we het nu kennen, op de fundamenten van de oude vesting. Ze stopte al hun geld en al hun liefde in het kasteel, zoals de muurankers die de vorm kregen van een dubbele E, verwijzend naar hun voornamen. Sommigen kregen een S-vorm dat trouw betekende. En ook de Latijnse spreuken boven de poort hadden betekenissen die met hun leven te maken hadden. Bijvoorbeeld Didat servat fides. Dit betekent trouw verrijkt en maakt sterk. Ook bijzonder in het kasteel is de trap die leidt naar de binnenplaats. Die trap heeft om de treden een halve trede, zodat de dienstmeiden met hun lange rokken niet met eten en al zouden struikelen. Na nog een aantal eeuwen bewoond te zijn door families, werd het kasteel in 1932 gekocht door de gemeente Wiegen. Ze namen het in gebruik als gemeentehuis. En dat is het tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds een beetje. Oh ja, zo is er nog de politiecel van de veldwachter, die tot in de jaren 70 van de vorige eeuw in gebruik was. En nu we het daar toch over hebben, hoe lang zit die man daar al op het toilet?